gaan een stukje kabeljauw bakken, serveren. Op wat prei en met een rood wijnsausje. Dus we gaan beginnen met onze schone kabeljauw te kuisen en te fileren. Oh, fantastisch. Ongelooflijk dat ik dat mag kuisen en klaarmaken ook. We gaan beginnen met zijn vinnen eraf te knippen. Ik denk dat dat een vis is die vrij snel kan zwemmen, want er zitten aardig wat vinnen op. Ik denk dat dat een vinnige vis is. Je ziet, het is een ongelooflijke grote kop. Hier zitten de kieuwen. Dus ik ga dat hier zo snijden. En langs de andere kant ook, dat er niet te veel van verloren gaat. Dat is al de kop. Dan gaan we van binnen proper maken. Ik ga dat voorproper maken, want de vissers hebben er al een deel ingewanden uitgehaald. Aan boord. Vlastig zijn alle bloedklontertjes en stukjes aan het verwijderen. Voilà, het is de tijd om hem proper te wassen. Overal goed onder en tussen peuteren. Dan noemen ze de bavette van de vis. Ik ga die eraf snijden. En als we dat koken en uitpellen en we doen er dan een beetje mayonaise en artijken en wat kruiden in, is dat een ongelooflijke lekkere vissalaat. In mijn gerecht dat ik nu ga maken, heb ik de filet nodig van de kabeljauw. Maar ik wil u toch alleszins ook even laten zien dat je van die kabeljauw ook moten kunt snijden. Dat is gewoon hier recht naar beneden met de graat erin. En als je dat dan lekker pocheert met een botersausje, is dat ook fantastisch. Voilà, dat is een moot kabeljauw. Maar nu de filet ervan. Altijd hetzelfde verhaal. We gaan net boven de graat snijden, tot op de graat, om onze filets eraf te halen. Hier moeten we zo even door die graten snijden en dan is onze filet los. Je moet eens zien hoe schoon wit dat die vis zit. Dat is toch ongelooflijk. Nu gaan we nog een beetje die zijgraten eraf halen. Dan gaan we het vel eraf halen. Dus gewoon met je mes, recht naar beneden, tot op het vel. En dan gewoon, je ziet, en dan gewoon je mes een klein beetje scheef houden over het weer. En terwijl een beetje trekken aan dat vel en dan komt dat er mooi af. Het vel van de kabeljauw. Dan hebben we hier de haas van de kabeljauw. En daar wordt mee bedoeld eigenlijk het dik stuk. Je ziet, hier wordt dat wat dunner en hier zit een dik stuk. Voilà, en dat is absoluut ook niet verloren. Dat kun je gewoon in stukken snijden en bakken in de frituur of gelijk wat. Er gaat echt van die vis niks verloren. Ik ga hier een mooi stukje van snijden.
Dat is zoals boter, zo zacht. En dit stukje, dat ga ik klaarmaken. Maar je ziet, het is ongelooflijk. We gaan onze kabeljauw met prei maken. Lekkere, fantastische groenten. Ook deze, nooit verloren. Je kunt er altijd een soep van maken. In de keuken mag er echt niks verloren gaan. Overlangs in twee snijden. Kijk altijd even in de prei van binnen, want soms kan daar een hard gedeelte, een stengel in zitten, als die een klein beetje doorgeschoten is. En dat moet je dan verwijderen, maar dat is hier zeker niet nodig. Dan gaan we die mooi snijden, want uiteindelijk komt die op ons bord. Voilà, onze prei is gesneden. Gaan we die toch voor alle zekerheid ook nog eens goed wassen. Altijd in voldoende water, dat het zand de mogelijkheden krijgt om naar beneden te zakken als dat erin zit. Voilà. En onze prei is klaar om te stoven. We nemen een grote pot, een paar klontjes boter. Ik kan ook een rode wijnsaus maken. Dus daar moet ik eerst wat echalotjes voor fijn snipperen. Voilà. Ook een pannetje, klontje boter erin. En ik kan mijn prei erin doen. We gaan dat wat kruiden met wat peper en zout. We gaan er eens een klein beetje rondzetten zo. Intussen is mijn andere pannetje ook klaar voor mijn echalotjes. Die moeten ook zo wat aangestoofd worden. Je ziet, in het begin was dat een hoeveelheid, maar als je dat stooft, zakt dat wel wat in elkaar. Die echalotjes van mijn rode wijnsaus ga ik ook wat kruiden. En nog de peper. En nu gaan we die sausje, de echalotjes, blussen met rode wijn. Een goede rode wijn, maar dat moet geen grote château zijn. En dan gaan we dat maar laten inkoken. Intussen is mijn prei goed aan het stoven. Dan ga je er een beetje suiker bij doen. Dat die mooi glaceert, noemen ze. Dat die mooi blinkt. Ik ga er een klein beetje water bij doen. Voilà, dat is oké. Ik ga de kabeljauw bakken. Dus ga ik hem wel eerst even in de bloem wentelen. Wat peper en zout in de bloem. En dan mijn kabeljauwhaasje erin. Voilà, ons boter is mooi aan het smelten. Ik ga een stukje kabeljauw erbij halen. De overtollige bloem eraf. En voilà, in ons pannetje. Onze prei is rustig aan het stoven. Mijn rode wijnsaus aan het inkoken. Even in de oven steken. Zo, op 180 graden. Een paar minuutjes. Hangt van de dikte van de vis af. En nu
ga ik mijn rode wijnsaus verder maken. Altijd zorgen als je zoiets maakt dat je koude boter hebt en in klein stukjes toevoegen. Roeren totdat je ziet dat de boter weg is en dan het volgende stukje. Niet de hoge temperatuur, zachtjes aan. Je hebt een beurre blanc, dat is hetzelfde, maar dan wit. En een rode boter, wit en uiteraard ook met witte wijn. En een rode boter met rode wijn. Als je ziet dat het een klein beetje te dik wordt of zo, is geen enkel probleem. Klein druppeltje rode wijn erbij. Alle boter is mooi gesmolten. Allee, eens even proeven. Nog een klein beetje peper en zout bij. En nu gaan we dat door onze zeef doen. En ook weer goed duwen erop, dat alle jus er mooi uitkomt. Ik ga eens even naar mijn vis kijken. Voilà, ik heb de oven op 180 graden gezet. En 10 minuutjes, het is bijna klaar. Dan ga ik nog een garnituurtje maken. Gefrituurde prei. En dan in een fijne julienne snijden. Voilà, je ziet. De prei is mooi fijn gesneden. Ik heb hier een frituurtje. Ik heb dat op 175 graden gezet. En daar ga ik even de prei krokant in bakken. Het is de bedoeling dat hij zo lichtjes bruin wordt. Dat moeten we maar echt een paar seconden doen. En dan je ziet, die is mooi krokant. En nu gaan we ons gerechtje op een bordje dresseren. We gaan beginnen met een beetje prei van onder te leggen. Eens naar mijn kabeljauw kijken. Dat is perfect in orde. Je ziet, mooi bruin gebakken. Ik kan hem nog even schoon laten blinken. Ik ga hem op de prei. Onze rode wijnsaus. Doe niet te veel op een bord. Je kunt dat altijd nog een klein beetje apart bijgeven. En dan onze gefruite prei. Die gaan we mooi erbovenop leggen. Voilà, onze gebakken kabeljauw met stoofprei en een rode wijnsaus.